Een goede avond allemaal. Hartelijk welkom op de eerste publiekslezing van het overlegplatform voor de studie van de verhouding tussen geloof en wetenschap van de KU Leuven. Het mag u misschien verbazen, maar sinds enige jaren was er aan de KU Leuven geen uitgesproken onderzoek meer gebeurd over de verhouding tussen christelijk geloof en wetenschappen, natuurwetenschappen. In de jaren 80, de jaren 70 was dat anders. Blijkbaar is dat nadien wat stilgevallen. Dit betekent niet dat er geen collega's waren, geen individuele collega's waren, zowel uit theologie, filosofie, maar ook de natuurwetenschappen, die zich daar niet mee ingelaten hadden, maar tot geconcerteerd overleg en tot onderzoeksinitiatieven over de grenzen van deze disciplines heen was het recent niet meer gekomen. Nochtans zijn er vandaag, en dat is ook de reden waarom we dit jaar, eigenlijk vorig jaar, het overlegplatform gepland hebben. Nochtans zijn er redenen om vandaag daar weer aandacht voor te hebben. Enerzijds uiteraard omwille van het feit dat het de taak is om van een katholieke universiteit om op cultureel, maatschappelijk en academisch vlak deze verhouding mee te bedenken. Dat was zo bij het begin van deze universiteit, dat was zeker zo op het moment dat de wetenschappen opkwamen. En ook vandaag blijft dit een belangrijke taak. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat een aantal nieuwe uitdagingen zich pertinent aan de orde gesteld hebben. Om de twee belangrijkste daarvan te noemen, die dan uiteindelijk ook voor een stuk het spectrum vormen van de uitdagingen van vandaag. Langs de ene zijde heb je het creationisme en intelligent design, waar men op basis van een godsdienstige overtuiging een aantal wetenschappelijke theorieën het bestaansrecht ontkent, of die theorieën zozeer beperkt dat ze uiteindelijk niet meer aan wetenschappelijke criteria voldoen. Dus creationisme en intelligent design enerzijds. En anderzijds hebben we een storm of een stortvloed aan schrijfsels van atheïstische evolutionisten die op basis van de evolutietheorie de godsdienst willen wegverklaren. Godsdienst als bijproduct van de evolutie, godsdienst als te overkomen product van de evolutie, want we zijn ondertussen weer wat geëvolueerd. Met andere woorden, de waarheidswaarde van de godsdienst, de realiteitszin van de godsdienst, de waarheidsclaims van de godsdienst, worden evolutionair weggeredeneerd. Je zou kunnen zeggen, evolutietheorie in dienst van een atheïstische levensbeschouwing. Het overlegplatform, dat bestaat uit theologen, filosofen en natuurwetenschappers, mens- en natuurwetenschappers, dat overlegplatform heeft een tweevoudige doelstelling. Enerzijds, vanuit het perspectief van dat christelijk geloof zelf, wordt voor eerst beoogd om de reflectie over christelijk geloof en wetenschap in het licht van de uitdagingen, creationisme en evolutionisme, atheïstisch evolutionisme, om die reflectie opnieuw aan te gaan. En als basishypothese wordt daar gehanteerd dat we te maken hebben, dat we zouden moeten kunnen ontwikkelen, een model om de twee discours, wetenschap en geloof, in hun eigenheid te bedenken. Een soort model waarin het verschil tussen die twee discours meebedacht wordt. Waarbij wetenschap niet automatisch in conflict komt te staan tot godsdienst, en anderzijds ook godsdienst niet automatisch een aantal zaken van de wetenschap niet zou kunnen aanvaarden. Niet alleen een verschil, maar ook aandacht hebben voor de dynamiek tussen de beiden. Want het is natuurlijk wel zo dat de wetenschap voor een groot stuk ook het wereldbeeld gaat bepalen en noodzakelijkerwijs de godsdienst op een of andere manier daar geacht wordt op te reageren. Tegelijk wordt beoogd op het platform om de nieuwe wetenschappelijke evolutionaire verklaringsmodellen van het religieuze fenomeen, om die verder te onderzoeken en te zien wat dit kan opleveren voor de reflectie die we beogen. Onze spreker van vanavond is dokter Theides Medes, dat is een Friese naam. Hij is actief betrokken bij het onderzoek van het overlegplatform en hij werd aangetrokken als postdoctoraal onderzoeker van het Bijzonder Onderzoeksfonds van de KU Leuven
om hierover onderzoek te doen. Meer specifiek gaat zijn onderzoek over de relatie tussen geloof en wetenschap en de modellen die hiertoe kunnen gebruikt worden. In brede zin, maar vooral richt zijn onderzoek zich op de verhouding tussen christelijk geloof en neodarwinisme, inclusief de godsdienstige reacties op dat neodarwinisme, zoals daar zijn intelligent design en creationisme. En een van zijn vaststellingen, waar hij het misschien over zal hebben vanavond, is dat precies deze beide bewegingen, alvast in de Verenigde Staten, zichzelf aan het groot maken zijn. Dat precies de polemiek ervoor zorgt dat wij meer dan vroeger geconfronteerd worden, ook in Europa, met deze fenomenen. Dr. Smedes is al enige jaren werkzaam in het veld van geloof en wetenschap. Hij publiceerde Chaos, Complexity and God, Divine Action and Scientism bij Peters in Leuven hier in 2004. En in 2006 verscheen zijn Nederlandstalig boek God en de menselijke maat, Gods handelen en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld bij Meinema in Zoetermeer. Bij iedere Belgische boekhandel ook te bestellen. Verder publiceert hij zeer regelmatig in vaktijdschriften als Theology and Science en Zeigen. En soms levert hij ook een bijdrage aan het publieke debat in de landelijke media, zoals recent nog in de Standaard. Hij geeft ook regelmatig lezingen, zowel internationaal als lokaal. Ook in Vlaanderen wordt hij meer en meer opgevoerd als de specialist ter zake. En verder zit hij in het bestuur van de European Society for the Study of Science and Theology, waar hij verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke planning van de congressen. In de lezing van vanavond zal hij vooral een algemene uiteenzetting geven over het ontstaan van het discussieveld over van geloof en wetenschap, tussen geloof en wetenschap. Waarbij de vraag centraal staat, is er noodzakelijkerwijs sprake van een conflict? Of moet je trachten geloof en wetenschap met elkaar verzoenen in een algemene synthese? Of is er wellicht een andere positie mogelijk? Waar ligt eigenlijk het probleem tussen geloof en wetenschap? Al deze vragen komen aan de orde. Dr. Smedes zal ongeveer een uur tot ons spreken, waarna we ruim de mogelijkheid zullen hebben om met hem in discussie te treden. Nog een klein laatste vraagje. Deze lezing wordt opgenomen op camera. Vandaar, mocht u willen overleggen tijdens de lezing over de inhoud van de lezing, gelieve dit met zeer gedempte stem te doen. Dr. Smedes, u hebt het woord.